Hugo had een personality. Die man stond daar, met charisma en iedereen. Hij was een blikkenvanger. En hij hoefde alleen maar in een van zijn liedjes te doen. En iedereen, wauw, begrijp je? Het supertalent, een beetje nieuwe kasekelstijl, een andere wind van de kasekelstijl, goede kwaliteit muziek, bingo. Kijk, die man was ervoor geboren, hoor. Talent. Niet een ieder. Hij had een talent die net Sam Cooke, Otis Redding, weet je wel, Miles Davis, al dit soort artiesten. Je moet ervoor geboren zijn. Ik voor Hugo, die ging gewoon aan één stuk door, man, een uur lang. Een uur lang met zijn bezweet bovenlijf en die man, ja, hij zie nou maar zeggen, hij regeerde. Hij ging tekeer, hij zweepte het publiek op en ik keek zo op tegen die man.